Het afsteken van vuurwerk en ek het sjendenij is net zonder gevaar. Bij de oranje jaarwissel moesten in Friesland enkele tientallen vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis. Het personeel van de eegpolie van de Tjonge Schans houdt alle jaren haar het feest, waar de eind van het jaar eraan komt. Het is heel gevaarlijk natuurlijk vuurwerk, want je kan er zelfs blind van worden. En het ergste geval dat je eeg verliezen en dat je een prothese haar moet. Het gaat net alleen om mensen die het vuurwerk afsteken die het eegletsel oprinnen. In de helft van de gevallen rijdt je omstanders verwoenen als het misgaat. Daarom zal bureau Halt haar een campagne dit jaar oors vieren als ontnota. De klam komt net te lezen op straffen, maar op verjachting, hoe het oerlijst van vuurwerk. We hadden bijvoorbeeld ik met hun oor van als je het stuk maakt en dan wist het onhouden, dan is het de bedoeling dat die schade ik vergoeding is. En een prullenbak wijst vuurwerk in stoppen en die het stuk. Dan hebben we toch vaak over een skere post van €400. En daar ben de meeste ben dan toch nog wel gevoelig voor, omdat ze die informatie gewoon niet hebben. De vuurwerkbril binnen er al een paar jaar. Toch vindt een groot deel van de jongeren de bril net stoer. Toch wordt de acceptatie heel iets grutter, zeggen de ziekenhuizen. Op het JRVN dielen ze de komende tijd zo'n 150 uur om mensen te behoedigen van eegletsel bij vuurwerk. Het is een vuurwerkbril die heel goed aansluit op het eeg, zodat er geen vuurwerk onder trog kan komen. Nou ja, dat is dus een veilige vuurwerkbril. Jonkens ziekenhuizen binnen de beschermbrillen in kwart nek te krijgen bij verskate vuurwerkhandelers.